Antwerpen die pakte gisteren een punt op het veld van de leider in tweede klasse, Eupen. Het werd daar 1-1. Colin Andrews miste zijn start dus niet. Andrews nam deze week ad interim de fakkel over van Antwerp-monument Radko Svilar. Met de blessures van Oris, Van Hemert en Pivaljevic, die verplichtte Andrews om te schuiven. De flamboyante Antwerpse Engelsman zette een jonge ploeg op de mat in de Oostkantons. Naar onze mening een welgestelde club, dit AS Eupen. De Oostkantonners hebben een oefenveldje met kunstgras vlakbij het nette stadion. Daar warmen de leidersploeg met Mark Hendricks in de gelederen en de ploeg in puntennood Antwerp zich op. Interimtrainer Colin Andrews laat de koude regen en de situatie van Antwerp niet aan zijn hart komen. Hij heeft er duidelijk zin in vanavond. Je houdt van deze job, hè? Ja, zeker voor zo'n club. Ik heb dit stuk blijven die ambitie hebben. En ik probeer de spirit dat ik heb over mijn spelers. En we hebben twee dagen deze week op bepaalde acties. En ik denk vandaag, en ik moet ook zeggen, een paar de jong spelers heb ik ook gedaan vandaag. Die snotneuzen zijn Geoffrey Heeremans, zoals bekend in beeld bij Westerlo, en de 18-jarige Yannick Put tegen Eupen in de spits naast Kim Monnier. De voorhoede van Antwerp komt in het eerste half uur weinig in beeld. Eupen is gevaarlijk via het sturmerduo Freddy Mombongo en Willy Aubameyang. We houden het maar op Freddy en Willy. Het is wel Antwerp dat op voorsprong komt, de Vriese met de splijtende paas. Vervaken door de buitenspelval, hij werkt koeltjes af, 0-1. Blijdschap en ontlading bij Bas Vervaken en de immer aanwezige Antwerp-aanhang. Geen buitenspel van Vervaken, de afwerking is beheerst, de voorsprong voor Antwerp enigszins gevleid, maar het heilige vuur brandt opnieuw. Moeilijke week achter de rug. Ik denk de moeilijkste week uit veel jongens in carrière. Vandaag laten zien dat we met minder kwaliteit dan dat we de voorbije weken hebben gespeeld. Maar vechtlust, dat we daar ver mee kunnen geraken. En ik denk dat ik wil niks zeggen ten opzichte van Radko, want ik vind Radko een schitterende mens en ik vind het persoonlijk een goede trainer. Maar Colin heeft er toch vandaag de schoen terug in gekregen, heeft op ons ingepraat, heeft het plezier terug op de training gekregen. En je merkt dat vandaag dat er terug een ploeg op veld staat dat voor elkaar wilt werken. Eupen speelt met een lange bal, vooral richting Willy. De spits is er gelukkig voor Antwerpen in de eerste helft nooit echt gevaarlijk mee. Antwerpen lijkt met zijn voorsprong de rust in te kunnen tot de bal via een Eupense rug bij Freddy belandt. Een lullig tegendoelpunt. U hoort een beschrijving van de feiten door de doelman. Dan wil Trensen de bal wegwerken op een rug van Eupen. Fibel schuift weg. Die bal blijft in de kluts. Ik zie hem niet, want ik sta achter Fibel. En die bal komt niet met korte hoek. Ik kan hem nog raken, maar net niet goed genoeg. Dus inderdaad, zeer lullig. Zeker als hij in de 46e minuut is. De jongens komen binnen met de kop tussen de benen. Maar ik denk tweede half, we hebben nog eens bewijst dat al de slechte kritiek die is in de past week over ons gegooid. Ik denk dat we het met vol overtuiging vandaag. Begin tweede helft zijn de kansen opnieuw voor Eupen, opnieuw Willy. Van Trier met de vuisten. Twee minuten later kan Maric vrij inlopen, maar die tikt over. De snotneuzen van Andrews krijgen het in de tweede helft moeilijk. Yannick Put moet met krampen van het veld. Kevin Baard komt in zijn plaats. Baard stuurt Kim Monnier weg, de timing van doelman Radek ziet goed. Andrews ziet zijn ploeg opnieuw in de partij komen. Aan de overzijde mist Colin een enorme kans. Ook bij Eupen beseffen ze meer en meer dat de ploeg die nog scoort, wint. We zitten intussen in de slotfase. Baard komt met geluk in balbezit. De Vriese mikt op Radek. Het is veel adem inhouden in de slotminuten, maar veel concreet gevaar is er niet. De spankracht verhoogt nog in de toegevoegde tijd. Antwerp krijgt nog enkele kansjes. Het had het huzarenstukje van Andrews kunnen worden. Maar voor een punt in Eupen had ook hij eerder deze week zeker getekend. Ik heb altijd gezegd, als trainer van een voetbalclub, you live from day to day, from dijk to dijk. En mijn rechterfoot is binnen at the moment, but misschien mijn linkser is beter. En maar de belangrijkste is de club en de spelers en de supporters. Nog eens fantastisch aanwezig ben ik.